Dag Christine en Joke van der Velde hier samen op Ploeg Christi. Dat heeft zo'n zijn reden, hè Christine? Waarom zit Joke naast u hier? Waarom zit Joke naast u? Joke die organiseert dit jaar opnieuw de Miss Oost-Vlaanderen verkiezing. En naar jaarlijkse gewoonte, nu eigenlijk de tweede maal hier in de Reinaert in Ploeg Christi, sponsoren wij het project Miss Oost-Vlaanderen. En daarom is er van het jaar terug een evenement. En dat is dus eigenlijk een... acte présence van de 20 finalisten. Vandaag zijn er maar 19 omdat er eentje op reis is. Oké, goed. Joke, het is modeshow ergens vanavond. En wat nog? De meisjes gaan zich kort persoonlijk voorstellen en dan ook defileren in de kleren van de Concept Fashion Store. Supermooie collectie, by the way. Ja. Je bent hier bij een sponsor, maar niet alleen een sponsor, ook een goede vriendin van jou, hè? Een goede vriendin zou ik nu niet zeggen. Nee, het is geen maar. Ja, tuurlijk. Ik apprecieer mensen die hard werken en die gewoon nuchter blijven en alles. En Christine en Christophe, die zijn zulke mensen, ja. Kom je regelmatig zelf eens over de vloer, als je tijd vindt? Ja, zeker en vast. Het is ook niet zo heel ver van mijn thuis. 10 minuutjes rijden en ik ben hier. Dus, ja. Hoe hebben jullie elkaar zo leren kennen? Hier in het café of ergens anders? Christine? Eigenlijk hebben we elkaar niet leren kennen in het café. Hè? Dus we hadden vroeger dus ook de zaak in Gent, Ambar, wat ondertussen reeds verkocht is. En daar is eigenlijk het eerste contract afgesproken. Dus 4 jaar terug. Ik ging dan ook al regelmatig naar Ambar in Gent. Joke was daar dan als klant. Op de présences daar was ik dan ook aanwezig. En dat klikte hem vlot. Het is ook een jonge dame. Hè? En ze zegt misschien niet zo'n goede vriendinnen, maar ik vind van wel. Straks moet je naar Saint-Tropez, hè? Leg even uit, Joke. Ja, ik vertrek de 20e en de 22e ben ik terug. Dus het is een korte trip, maar het zal wel aangenaam zijn. Fête Belge. Mag ik jullie bedanken voor het leuke gesprekje. Oké, dank u. Graag gedaan, Willy. Dank u.